Ik heb een hele tijd zonder werk gezeten, bijna 5 jaar. Dat is een behoorlijk lange periode. Dat werkt psychologisch gezien niet echt goed op je. Het is financieel is het belastend, maar psychologisch raakt het je eigenlijk nog veel harder. Ik krijg een soort gevoel van, ja, hoor ik er nog wel bij in de maatschappij? En toen kreeg ik dus de tip van mijn contact bij werkservicepunt van dat er KPN en Randstad het project hadden opgestart. Participatie. Het ging voor mensen die wat moeilijker naar de arbeidsmarkt konden gaan. Dus dat heb ik gezegd van ja, mag ik gewoon eens een keer meedoen, een dag of twee. En dat werd een hele week. En toen ik dat helemaal gedaan had, had ik zoiets van ja, dit wil ik gewoon verder doen. Ja, je ziet gewoon dat in het werk soms mensen lang niet gewerkt hebben of verschillende korte banen gehad hebben. Dus het inwerktraject is ook echt aangepast op wat iemand nodig heeft. Dat kan zijn in een stukje langere inwerktijd, maar ook gewoon andere werktijden, net even iets later beginnen of juist iets eerder stoppen. Zo hebben we voor iedereen wel een maatwerkoplossing. En ik denk dat dat de kracht ook is van het traject, is dat gewoon eigenlijk bijna alles mogelijk is. Toen ik contact opnam met Randstad heb ik meteen wel aangegeven dat ik nog wel een variatie had in mijn werkverleden. En dat het nog wel eens een probleem was bij sollicitaties. En Randstad's reactie was meteen van, nou ja, dat is geen probleem voor ons. Ik zie het ook in mijn collega's. Ik heb een vrij gevarieerde groep collega's. Bijvoorbeeld een collega die is visueel gehandicapt. En dat ziet men ook als een pluspunt, omdat hij soms dingen mee kan brengen op de werkvloer waar mensen die zijn probleem niet hebben, nooit aan denken. Wij willen graag een afspiegeling zijn van de maatschappij. En ja, er hoort ook bij dat iedereen zich welkom moet voelen als klant bij KPN, maar ook als medewerker. En daarom, ja, hoe mooier kun je dat doen door deze groep te laten werken in je bedrijf. Je hebt gewoon heel veel verschillende soorten afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan zijn in het fysieke, iemand die blind is of in een rolstoel zit. Maar ook in het psychische, dat je toch een bepaalde kwetsbaarheid hebt. Ja, en daarin is denk ik goed dat je gewoon kan schakelen en je begeleidingstijl kan aanpassen. Naast adviseur heb ik ook een rol als jobcoach binnen dit traject. En dat houdt eigenlijk in dat ik hier wekelijks zit om met talenten in gesprek te gaan en een intensievere begeleiding te kunnen bieden. Waarbij we ze eigenlijk echt coachen op van allerlei gebieden. Dat kan zijn een stukje zelfvertrouwen, maar dat kan ook zijn het ontdekken van waar liggen nou mijn talenten en kwaliteiten. Maar eigenlijk vooral het stukje ontwikkeling van diegene, dat is iets wat voorop staat. Ja, we werken al heel lang samen met Randstad RiseSmart. En dat is gewoon meer een partner dan dat het een uitzendbureau is die kandidaten levert. Je ziet dat het heel waardevol. Hè? Ook de communicatie met Jobcoach, met Mick, met anderen. Ja, dat is gewoon heel open en eerlijk. En dat ervaar ik als heel prettig. Ik vind het persoonlijk mooi om te zien van dichtbij dat mensen zo'n goede groei doormaken. En dat je ziet dat ze het weer naar hun zin hebben. Dat ze ook iets daadwerkelijk betekenen. En dat ze gewoon een doel hebben in hun werkleven. Ja, ik sta nu 's ochtends op met veel energie. Voordat ik dit werk had, was het echt van, ja, ik heb er niet echt veel zin in de dag. 5 jaar geleden raakte ik mijn baan kwijt. Het leven zag er toen niet fijn uit. Stukken grijzer. En nu heb ik dan werk. Ik werk nu een aantal maanden en mijn leven ziet er nu zoveel rooskleuriger uit. Spreekt het je aan wat we doen? Neem dan contact met ons op. We staan graag voor je klaar.